Vlaanderen behoort tot de beste leerlingen van de klas wat betreft selectieve inzameling en recyclage van afval. Maar toch is er eigenlijk nog meer aandacht nodig. 60% van onze klimaatvoetafdruk heeft eigenlijk te maken met ons eigen materialengebruik. Dus dat wil zeggen dat we minder materialen moeten gebruiken en maximaal moeten recycleren en dus niet storten en verbranden, of minder storten en verbranden. Het Vlaams Klimaatplan schrijft voor dat tegen 2030 25% afval minder moet verbrand worden. En dat zou ons eigenlijk een CO2-besparing voor Vlaanderen betekenen van 300.000 ton tegen 2030. Eigenlijk heel positief. Onze Vlaamse burgers en bedrijven produceren steeds minder afval. De doelstelling voor het huishoudelijk restafval tegen 2022 van 138 kilogram per inwoner is eigenlijk best haalbaar. En wat de recyclagegraad van het Vlaams bedrijfsafval betreft, zitten we aan 79%. Dat is eigenlijk een heel goed cijfer. Al merken we toch wel uit analyses dat er eigenlijk nog te veel materialen in dat bedrijfsrestafval zit, zoals kunststoffen, papier, organisch afval, dat we eigenlijk terug kunnen inzetten als grondstoffen. Dus daar is nog meer actie nodig. We doen dat samen met burgers, bedrijven en organisaties. Zo zijn er in 2019 nieuwe sorteerregels voor GFT gekomen. En is eigenlijk meer dan 1 op de 3 Vlamingen ingestapt in het systeem van de nieuwe PMD-zak. Wat betreft de lokale besturen hebben we een benchmark-tool gemaakt waarbij ze hun inspanningen en hun inzet kunnen vergelijken met anderen. En wat betreft de bedrijven is de verplichte selectieve inzameling ingevoerd voor 21 soorten afvalstoffen.